Sinds enige tijd wordt in de banketbakkerijen weer onder hoogspanning gewerkt. Het paasfeest nadert en dan moeten er chocolade, paaseieren en hazen zijn. Zo wil het nu eenmaal de traditie. Het begint met vloeibare chocolade die in vormen gegoten wordt. Als de zoete, dikke vloeistof gestold is, verwijdert men de vormen weer en komen de figuren tevoorschijn. De hazen en eieren die op deze wijze gemaakt worden zijn hol. Zij ondergaan een hele schoonheidsbehandeling. Eerst de make-up. In vakkringen heet dat garneren en het gebeurt met de vaardigheid die een jarenlange routine verraadt. Dan komt het toilet, dat bij de hazen meestal alleen bestaat uit een strikje. De eieren krijgen soms een kostuum van zilverpapier, soms ook vormen ze alleen maar het lichaam voor werkstukken waarop de banketbakker zijn architectonische gaven heeft beproefd, zoals huizen en koetsen enzovoort. Werkstukken die met veel kunstzin en liefde voor het vak zijn vervaardigd. De huidige woningnood inspireerde tot dit grote bouwwerk. In de wereld van de paashazen blijkt er bijzonder veel belangstelling voor te bestaan. Velen komen het huis bezichtigen. Men discussieert daarover in opgewonden bewoordingen. Het feit dat er in paashazendorp een woning te huur staat, vormt er het gesprek van de dag.